Burgemeester Bruls luidt de noodklok. Er moet dringend meer geld naar de politie, anders zal het aantal agenten afnemen. Zonder extra geld uit Den Haag moet de politie in Gelderland bezuinigen op het aantal agenten. Daarvoor waarschuwt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Samen met andere regio-burgemeesters vraagt hij om 400 miljoen euro voor de financiële situatie van de politie. Dat er meer politiemensen nodig zijn is volgens burgemeester Bruls en voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid eenvoudig te verklaren. Het beroep op de politie wordt namelijk steeds groter. Daarnaast wordt criminaliteit steeds complexer. Je hebt ook een, wat ik dan maar eens noem, de digitale wijkagent nodig. Een wijkagent die op het web bezig is. En dat geldt ook voor rechercheurs. Dus de traditionele criminaliteit is natuurlijk niet weg. Maar die digitale criminaliteit vraagt extra mensen en dus ook extra geld. Deze extra kosten kunnen op korte termijn nog worden opgevangen. Maar op lange termijn is extra geld broodnodig om te voorkomen dat de politie het mes moet zetten in het aantal agenten. Samen met andere regio-burgemeesters in Nederland vraagt Bruls om 400 miljoen euro. 200 miljoen om die basis op orde te krijgen en ook 200 miljoen waardoor we nog eens 300 extra agenten erbij kunnen gaan krijgen. Ook de politiebegeleiding en inzet bij rellen rondom voetbalwedstrijden, zoals in 2021, drukt op de capaciteit van de politie. Maar de afgelopen seizoenen hebben volgens Bruls zowel Vitesse als NEC laten zien dat het ook anders kan. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in een goed verloop van de derby komende zondag. NEC-directeur Wilco van Schaik roept supporters op zich te gedragen. Oh, dit zijn toch altijd wat meer beladen wedstrijden. En laten we alsjeblieft koesteren wat we hebben. Dit soort wedstrijden hier in Nijmegen uitverkocht met het publiek. Maandagmiddag werden de oorlogsslachtoffers uit de Nijmeegse wijk Hees herdacht. In de wijk, die voorheen een zelfstandig dorp was, kwamen in de oorlog 70 bewoners om het leven. In de Petruskerk vond een herdenkingsprogramma plaats, waarbij onder meer journalist Rob Jaspers in gesprek ging met historicus Bart Jansen. Dat de herdenking precies op 25 september plaatsvond, was niet zomaar een keuze. Daar zit een verhaal achter. In september 1944 kwam er hier een bommenwerper op de huizen neer, tegenover de kerk. En daarbij kwamen 7 mensen om. 3 geallieerde militairen en 4 burgers. Ook werd er tijdens de herdenking speciaal aandacht besteed aan de 70 slachtoffers. Onder andere wat hun namen waren, was te horen. Ze lezen dus niet alleen maar de namen, ze lezen ook waar de mensen woonden. En dat is natuurlijk voor het publiek wat hier komt. Die mensen wonen allemaal nog in de straten met dezelfde namen. Dus je realiseert je ineens dat je buurman of het huis waar je in jezelf gewoond hebt, dat daar vroeger in 1944, 45 mensen omgekomen zijn. Een groot deel van het programma van de herdenking bestond uit een interview. Hierin interviewde journalist Rob Jaspers, historicus Bart Jansen, kenner van de Nijmeegse oorlogsgeschiedenis en iemand die de oorlog zelf nog heeft meegemaakt. De keuze voor Rob Jaspers als interviewer was ook niet zomaar. Met zijn achtergrond en het feit dat hij veel van de oorlog weet en ermee bezig is, was hij de ideale keuze. Verder hebben de drie heren één ding gemeen. Alle drie willen ze bepaalde boodschappen over de oorlog meegeven aan de mensen. Eigenlijk zou ik nu de mensen de vraag willen stellen: welke droom heb jij nu? En hoe zie je dat over 50 jaar? Kun je die droom waarmaken? Kun je die droom waarmaken in een tijd? Kunnen wij de vrijheid na 80 jaar verlengen met weer 50 jaar, met nog een keer 50 jaar? En dat probeer ik te stellen aan jongeren. Dat vind ik, dat is toch de nieuwe generatie die eigenlijk moet dragen dat er vrijheid, democratie en vrede blijft. Nou, om mensen aan te zetten om het, ja, die gebeurtenissen te herdenken. Hè? Dus opnieuw te doordenken en zich te realiseren van, ja, wat het betekent om in oorlog te zijn ineens. Hè? Want dat kwam destijds ook heel onverwachts. En ja, een beetje meer begrip te hebben voor wat er in de rest van de wereld gaande is. Nou ja, dat ze weten wat oorlog is. Ik probeer iedereen duidelijk te maken. Probeer toch te voorkomen dat er oorlog komt. Want ik heb aan alle verhalen
meer dan 1000 verhalen, kunnen merken hoe verschrikkelijk de oorlog kan zijn. En dat probeer ik overal over te brengen, om te proberen om oorlog te voorkomen. En als je dan nou hoort in Oekraïne en op andere plaatsen in de wereld, wat voor verschrikkingen dat er plaatsvinden. Ik hoop dat de mensen al eens een heel klein beetje ervan kan doordringen wat oorlog is, en dat we allemaal ons best doen om dat te voorkomen. De strafzaak tegen pakketbezorger Tadrik O, die in november 2020 een man in Wijchen doodreed, moet over. O werd veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar komt nogmaals voor de rechter. Bij het gerechtshof in Arnhem is een zogeheten pleitnota van O's advocaat zoek geraakt. De raad kan hierdoor niet nagaan of destijds op de zitting meer verweren zijn gevoerd of standpunten naar voren zijn gebracht die niet in de uitspraak van het hof zijn vermeld. Daarom vernietigt de Hoge Raad de eerdere uitspraak en verwijst de zaak naar het hof in Den Bosch voor een nieuwe beoordeling. Volgende week gaan de werkzaamheden van start om de Zetterse brug te vervangen. Dit is de brug tussen de Wageningsestraat en de Knoppersenweg bij Zitten die over de Linge ligt. Op vrijdag 6 oktober wordt hierom zowel de brug als het kruispunt met de Weteringse Wal afgesloten voor verkeer. Het kruispunt gaat die maandag weer open. De brug blijft afgesloten tot en met 15 april 2024. De lijnbussen worden omgeleid via Hemmen. De huiskamer van Heteren is in de race voor de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2023. De nieuwste vestiging van Bibliotheek Gelderland-Zuid is samen met 4 andere bibliotheken genomineerd. Tussen 2 en 29 oktober kan iedereen zijn stem uitbrengen. Op donderdag 9 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een bibliotheekcongres in het Tropenmuseum in Amsterdam. Feest bij hardloopvereniging Beuningen. De sportvereniging bestaat inmiddels alweer 15 jaar. Om dat jubileum kracht bij te zetten, wordt er zondag een gloednieuwe hardloopwedstrijd georganiseerd. De Beuningse Plasloop. Karin en Ruud zijn nu al trots op hun nieuwe evenement. Dit mooie stukje Beuningen, dat nog volop in ontwikkeling is, dient zondag als decor voor hun gloednieuwe evenement. De route, de echte route is 5 kilometer. En degenen die 10 kilometer lopen, die lopen hem dus 2 keer. Daarnaast hebben we een 500 meter uitgezet voor kleine kinderen tot 8 jaar. En een 1100 meter voor wat oudere kinderen tot 12 jaar. Ja, het leuke is dat je denkt dat het een vlakke route is. Maar wij hebben hier in Beuningen ook heuvels. En een van die heuvels is een onderdeel van het parcours. Dus je moet hier ook echt een klein stukje klimmen. Het is een zandwinningsgebied voor de gemeente Beuningen. En er zijn op dit moment heel veel vogels in het gebied aanwezig. Dus het is ook eigenlijk best wel een stukje natuurgebied waar je doorheen loopt. En dat maakt het ook leuk om te zien wat de ontwikkeling is van de Beuningse Plas. Iedereen kan meedoen. En we hebben zelfs de vraag gekregen van 2 frame runners. Dat zijn mensen die dus een beperking hebben en met een frame fiets lopen. Zelfs die gaan deelnemen. Voor de mensen die meedoen is er natuurlijk nog een prijs. Een wedstrijd zonder prijzen, dat is geen wedstrijd. Nee, we vinden natuurlijk dat eigenlijk iedereen sowieso een prijs zou moeten verdienen. Dus daarom hebben we ook een echte medaille laten maken die gekoppeld is aan de Beuningse Plasloop 2023. Het doel van 200 deelnemers is ondertussen al behaald. Maar 300 zou nog mooier zijn. Dan zijn we echt trots, ja. Denk ik, op onszelf. Ja. Zijn we nu al een beetje, maar dan is het echt, dan hebben we wel iets neergezet. Dan nemen we weer even een kijkje op de sociale media. Gemeente Beuningen uit op Facebook haar felicitaties aan Chiara en Naomi Jansen. De Beuningse zussen werden met het Nederlands damesteam in Roemenië wereldkampioen op het e-sports kampioenschap. Wethouder Alwin Steeg feliciteerde de zussen namens het college van BNW. Gemeente Overbetuwe heeft een actie opgezet om zwerfafval tegen te gaan. Vanaf 7 oktober kunnen verenigingen zich aanmelden voor deze actie. Het is hierbij de bedoeling dat zij zwerfafval ophalen langs de oevers van de Waal en de Nederrijn. Voor elk lid dat meedoet krijgt de vereniging €20 met een maximum van €250. Er kunnen maximaal 8 verenigingen meedoen en voor materialen wordt gezorgd door de gemeente. En het Drutense festival Bolderpop laat weten al bijna uitverkocht te zijn. Het festival in het Pax Christi College, dat zich vooral richt op mensen met een beperking, vindt plaats op zondag 15 oktober. Een van de artiesten die komt optreden is Alle Kleuren, een tributeband van K3. Ja,
het is een beetje een gek weerbeeld waar we mee te maken hebben momenteel. Het is niet echt herfstachtig met die hoge temperaturen, maar ook niet echt nazomer vanwege de vele bewolking en wind. Toch mogen we ook niet klagen. Zo wordt het morgen ook weer zo'n 24 graden en de zon die prikt vast en zeker ook nog wel af en toe door die bewolking heen. Verderop in de week zakt de temperatuur iets terug richting de 20 graden. Een enkele bui is op vrijdag niet uitgesloten, maar in grote lijnen blijft het droog. Ook in de nieuwe week zal dit weerbeeld vrij stabiel aanhouden. En tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 26 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7 app. En morgen zijn we uiteraard weer bij je terug. Graag tot dan!